Breda Nu. Je weet het meteen. Dag Hetty, we staan hier bij een kunstwerk. Dat is gemaakt door jou en door Ben, jouw partner in crime, zei je? Je partner in art, in de art crime. Ja, we hadden een heleboel typemachines hadden we verzameld en die stonden hier zo'n beetje op het veld. En toen op een gegeven moment dachten we, het moet omhoog. We gaan een bouwwerk maken, een soort boortoren. Dus we hebben alle vondsten die we hadden en die ik in de opslag gehaald en hierachter op het ijzerveldje hebben we bij elkaar geraapt. We hebben er een compositie van gemaakt en dit is het geworden. Ja, en waarom een boorveld? Heb je iets met boren, met booreilanden? Ja, met verlaten gebouwen, verlaten fabrieken. En ik had ergens in een reportage had ik een verlaten booreiland gezien. En dat vind ik fantastisch. Is dat dan omdat je dat dan zelf kunt opvullen of iets dergelijks? Of heeft daar niets mee te maken? Nou, het is verlaten. Er is een heel verleden geweest. Mm-hmm. Er hebben heel veel mensen gewerkt. En er staat er nu niks te doen, maar in mijn ogen nog heel mooi te wezen. Jij geeft het opnieuw een toekomst of wil jij het verleden, invullen? Nee, ik wil het verleden niet invullen. Ik wil alleen laten zien. En dat doe ik met al mijn werk om de roestige of de dingen waar iets aan mankeert. Het liefst moet er iets aan mankeren. Om die uit zijn context te halen. En die opnieuw te laten zien. Hoe mooi dat eigenlijk werkelijk is. Jij had het over landschapskunst, landart. En toen zei jij, ja, maar de echte landart, landschapskunst, is eigenlijk dat het weer vergaat. Maar ik heb ook wel eens andere dingen gezien. Kan je even kort uitleggen wat het verschil is? Ja, voor mij zou de echte landschapskunst zijn. Je maakt iets en het wordt opgenomen in de natuur. En later denk je, waar is het gebleven? En het wordt een eenheid met de natuur. En nu de landschapskunst is, je doet iets in het landschap. Mensen worden opmerkzaam. De vanzelfsprekendheid van het gewone landschap is weg. Ja. Je doet iets met het landschap. En dan wordt het landschap anders. Maar de hele omgeving wordt ook anders. Maar ja, helaas, Nederland is heel erg klein. En het is een paar weken hooguit. En dan moet het weer weg. Maar dit beschouw jij ook als landschapskunst of niet? Nee, dit beschouw ik meer als een installatie. Als een installatie. Ja. Maar die grens is soms moeilijk te trekken dan? De grens is soms heel moeilijk te trekken. Ik heb daar een voorbeeld liggen. Dat zijn kranten, die heb ik gebruikt in Hammond-Achel voor een landschaps in het bos. En dat zijn Fragments of Life. Zullen we er even naartoe lopen? Dat is goed, ja. En daar heb ik een in het bos grote stapels gemaakt. En dat wordt dan helemaal opgenomen door het bos. Het wordt groen, er komen planten door, beesten zitten er aan te knagen. En dan wordt het eigenlijk weer een soort boom of zo. Hier had ik ze ook, maar hier zijn ze omgevallen. Maar hier kan je een beetje zien hoe ik dat bedoel. Kijk, en dat vind ik nou verschrikkelijk mooi. Dat vergaan, de ribbels, het groen. Het beestjes zitten erin, muizen zitten erin. Maar het is niet helemaal vergaan. Het wordt iets anders in mijn ogen. Een soort organisch nieuw verhaal. Ja, precies. En dat is juist het mooie. Want dat was er niet. Maar het is er wel gekomen. En daar ontstaan. Met hulp van de natuur en de elementen natuurlijk. Dat is echt de kunst, denk ik dan. Ja, ja, dat vind ik wel. Ja, ja. En voor mij hoeft het allemaal niet te blijven, hoor. Toen ik toen straks binnenkwam, dacht ik van, goh, leuk, die oude meuk. Hè? Verbrand hout. Ja. Deed erop. En je hebt er iets. Want ik vind dit dan wel oud. En we hadden straks over vergankelijkheid. Ja. Maar ik vind dit dus een prachtig voorbeeld van iets nieuws. Ja, het is natuurlijk allemaal oud materiaal. Dat heb ik gevonden in de duinen bij IJmuiden. Komt van een oud schip af. Ja. Zaten nog schelpjes in en zand in en van alles. Prachtig. Die roeden. Ja, dat zijn hele oude traproeden. Ik weet niet precies, maar er zit van dat hele mooie spul op. En die heb ik gemaakt naar aanleiding van
bootvluchtelingen van wat er aan de hand is in de wereld. En toen kwam ik tot de conclusie, zijn we niet allemaal een beetje op drift? Hè? Niet alleen die vluchtelingen, maar wij ook met onze dingen die we doen. En dat is eigenlijk een symbool daarvoor. Nou, daar heb ik dan een voorbeeld. Dat zijn carriots. Dat zijn oude strijdwagens. Carriots, even uitleggen. Want ik zie ze, maar ik weet niet wat dat is hoor. Het zijn strijdwagens. En die heb ik genoemd. Ik had al deze wielen en ik vond dat iets van strijden en zo. Heb ik een soort strijdwagens gemaakt. Die noem ik Harriots en de Never Ending Story. Want het houdt nooit op. Dus wat zijn het eigenlijk voor elementen, werkelijke elementen? Het zijn, even kijken, die wielen. Daar komt uit zo'n stootrand van bij een haven, van een boten. Oh. Weet je wel? Dus die heb ik uit elkaar gehaald. En verder komt overal alles vandaan. Ja. Dat is heel mooi, vind ik, dat je met enkele oude dingen toch iets kunt maken wat heel symbolisch is. Ja, ja, ja. Want het is niet alleen de strijdwagen, het is ook de strijd. En wat jij zegt, de nooit ophoudende... Nee, nooit ophoudend. Dus hoe vroeg waren ze al aan het strijden en nu zijn ze dat nog steeds. Ja. Ik ruik het hier helemaal. Wat doe je nou precies? Je slijpt wat af, of wat is het eigenlijk? Ik slijp hier wat af, omdat ik dat niet wil. En dan ga ik hem helemaal wat zachter maken, dat die harde, scherpe kanten eraf zijn. En dan wil ik ze maken als drijvende bloemen op het water. Dit is een drijvende bloem? Ja. Die zingt? En deze zinkt, want die is 5-6 kilo. Nu is het grote probleem, hoe krijg ik het drijvend? Nou, een aantal geleerden hebben al gekeken. Ik heb altijd een aantal suggesties hebben ze me gedaan. En ik ga dat nu proberen van het voorjaar. Ik moet toch even inbreken, Nora. Oké. Het lijkt erop dat jij vlakken maakt die je dan invult met kleuren. Of zeg ik dat een beetje te simpel? Nee, dat zeg je eigenlijk wel goed. Ik ben eigenlijk geïnspireerd door de graffiti. Graffiti die Nee, niet die buiten... schilderingen, maar die graffiti die jongelui maken. En in Frankrijk heb ik daar eigenlijk een jaar gehad dat ik daar heel veel gezien heb. En toen dacht ik, daar kan ik wel wat mee. Ben ik eerst met hele kleine schilderijtjes begonnen. Ja, ze staan er daar straks even laten zien. En uiteindelijk ben ik met groot begonnen. En ik moet ik ook eerlijk zeggen, nou heb ik... Ik luister te veel naar de radio. En ik gebruik ook heel veel dingen die ik dan hoor. Want dan staat toevallig hier een kruis bijvoorbeeld. Dan is die katholieke kerk weer aan het rommelen. En dan denk ik, oh, dat kruis kan ik er ook wel even opzetten. Maar even graffiti, dat is toch geen kunst? Of bedoel jij wel graffiti kunst? Ik weet even niet wat je bedoelt precies. Ik ben eigenlijk geïnspireerd door de graffiti die op straat zien is, die de jonge lui overal zetten. Zo. En dan zie je van alles, ook in Frankrijk zie je van die prachtige kopjes, portretjes. Maar je ziet ook gewoon gekke dingen. En, ja. Maar waarom boeit jou dat zo dan? Omdat ik een beetje het kind in mezelf aan het ontdekken ben. Het kind in jezelf? Ja, ik probeer eigenlijk...
waar ik aan denk, daar probeer ik dan maar, oh, daar kan ze wel bij. En ik doe het echt puur. Ik word hier heel blij van. Ik pak vrolijke kleuren. Ik probeer kleuren te mengen. En ja, het zijn heel andere schilderijen als ik altijd gemaakt heb. Maar ja, ik denk dat dit nu mijn ding is. Ja, nu mijn ding, ja. Ik vind alles zo mooi klinken, nu mijn ding. Je doet dit omdat het je boeit of dat je mooi vindt? Of... Het boeit mij ook, want ik kan hier heerlijk met kleuren werken. En ik kan hier eigenlijk alles ingooien wat ik erin wil gooien. Symbolen, een trap, daar heb ik iets mee. De kerk, dat zijn allemaal dingen die je hoort. Ja, daar kan ik gewoon iets mee. Ja, eigenlijk mag ik hier gewoon een beetje in rommelen. En ik probeer er dan één mooi geheel van te maken. Is hier... Die is bijna klaar. Is hier nou belangstelling voor? Ik bedoel, mensen die het willen kopen, want jij verkoopt ook, je exposeert ook. Maar deze heb ik nog geen vallen geëxposeerd. Die komen in het Gele Huis. Daarom moet dit nog af. Want in november ga ik in het Gele Huis exposeren en ja, daar wil ik toch... Dat wordt allemaal dit soort werk? Ja, ja, dit soort werk en wel enkele portretten van... Voor, maar dat is serieuzer werk, portretten. Dat moet wel kloppen. Nou, denk ik hierbij, even simpel gezegd, ook aan kubisme. Of heb ik het helemaal mis? Ja, dat zit er ook in. Dat zit er inderdaad ook in. Ja, zoals... Picasso zei schilderen als een kind. Ja, en ik geloof dat ik dat aan het doen ben. Dus jij bent een soort Picasso. Nou ja, vooruit. Ik schilder het erop en ik ben soms met 3 of 4 schilderijen tegelijk bezig. Maar dan denk ik ineens van, oh ja, oh god, daar kan ik nog wel wat bij zetten. En dan, ik probeer mijn schilderijen zo vrolijk mogelijk te maken. Nora, dit schilderij, dat viel me al meteen op. Dat hing beneden, hè? Dat heb je naar boven gesleept. Ja. En ik dacht, ja, die doen net alsof het zo zwaar is. Maar het is ook inderdaad zo zwaar, want het is met gips, zeg jij. Leg eens uit hoe je dat technisch hebt gedaan. Dit is een gewoon schilderij. Daar heb ik gaas overheen gemaakt. Mm-hmm. En geniet. En daarna ben ik er met een soort gips die hard blijft overheen gegaan. Want ik hou van ongelijk schilderijen. Dus daar heb ik dat... laten drogen, dat is een half uurtje droog. Ja, op een gegeven moment moet je het lang laten drogen, omdat het nogal een dikke laag is. En daarna ben ik er met inkt, verf, acryl, alle soorten verf ben ik er overheen gegaan. Maar wacht even, voor mijn begrip, toen was het nog helemaal blank. Het schip was helemaal blank. Maar je ziet hier het relief zitten. Dat laat ik er dan ook gewoon in zitten. Hè. Er vallen dus luchtgaatjes in en... Nou, zei jij iets over, dat doe ik op vakantie? Ja, wij hebben een heel klein campertje en daar kan ik natuurlijk niet groot werken. Dus dan neem ik altijd kleine schilderijtjes mee, zodat ik toch gezellig fijne dingetjes kan maken. Deze portretjes, dat zijn, is ook de ondergrond van gips, van dat harde gips. Dat is heel veel met inkt gewerkt ook, inkt en acryl. En op een gegeven moment heb je ze niet meer op voorraad, omdat er geen gips meer op zit. Ja. Dus toen ben ik kleinere gaan kopen en ik teken of ik doe wat ik... Ja. Maar zijn dit dan wel series? Want het zijn dus drie van die verzamelingen en die lijken allemaal op elkaar in één verzameling. Ja, weet je, dan heb ik allemaal... De kleuren, een palet kleuren. En daar maak ik mijn schilderijtje mee. Dus daarom horen ze dan bij elkaar. Want als bij deze, ja, dan ben ik vooral met inkt bezig. En dan heb ik die inkt te staan. Ja, dat automatisch krijg je dan een beetje een serieachtige. Ja. Die vraagt dan gewoon om dat soort afbeeldingen. Ja, ja. Dus, en dat met inkt werken is ook heel fijn. Want dan kan je lekker laten lopen. En, is ook dan kan je mee spelen, hè? Ja, dat is ook heel leuk. En dit is dan weer wat serieuzer niet, maar dan wil je dan toch iets opzetten, een afbeelding. Ja. En dit mag gewoon een beetje vervormd zijn. Het zijn portretjes die toch vervormd zijn. Ook naar aanleiding van foto's of zo, die kleintjes? Nee. Gewoon uit mijn hoofd, ja. Dus je hebt een hoofd vol portretten en andere dingen? Ja. Ik ben er blij mee. Breda Nu. Je weet het meteen.